Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Notch Survival. Ik ben weer terug, zoals jullie kunnen zien. En in deze aflevering gaan wij verder met ons huis. Inderdaad, met het DutchTuber huis, met het Team DutchTuber huis, hoe je het ook wilt noemen. Het irriteerde mij namelijk dat ik echt voor iedereen een huis heb gebouwd in deze Minecraft Notch Survival, behalve voor mezelf. Ik bedoel, bijna elk SpongeBob karakter heeft inmiddels een huis. Notch heeft een huis, Herobrine heeft een huis, de Ender Dragon, de Wither. Nu is het eens een keertje tijd voor mezelf. En ik heb besloten om mijn huis te baseren op veiligheid en beveiliging. Ik wil het veiligste huis ooit maken die er ooit is geweest in Minecraft. Zoals jullie kunnen zien, dit is enkel zeg maar wat er om mijn huis heen staat, om ervoor te zorgen dat er geen inbrekers kunnen komen. Eerst vuur, dan lava, dan mines. Als die exploderen is echt alles zowat weg. Dan spinnenwebben om eventueel dieven die toch die mines hebben overleefd te vertragen. Dan nog eens een reinforced hek en nog eens een elektrisch hek. Nu gaan we beginnen met het maken van het huis. Ik heb daar wat leuke dingetjes voor. Zoals jullie kunnen zien, ik heb meerdere kisten. In deze kist zit het bouwmateriaal waarvan ik het wil gaan maken. Ik dacht namelijk bij mezelf van, Notch heeft een huis gekregen van diamant, dan wil ik een huis van emerald. Dus ik heb gekozen voor hele mooie groene ramen, ik heb gekozen voor emerald stairs en voor blocks of emerald om dus zeg maar de muren mee te maken. Dan heb ik hier een aantal scanner doors en jullie vragen je misschien af, Job, wat zijn dat voor deuren? Deze deuren, die kun je instellen op één Minecraft speler en die deur zorgt er dan voor dat hij alleen maar open gaat wanneer die Minecraft speler ervoor staat. Dus wanneer ik hem zo meteen plaats, zegt de deur letterlijk, hallo DutchTuber, gaat de deur open en als ik binnen ben gaat hij automatisch weer dicht. Komt Jeyun dan in één keer voor die deur staan, en er zit nog wel een uiterlijk verschil tussen mij en Jeyun, dan zegt die deur, nee, je mag niet naar binnen. En dan gaat die deur dus ook niet open. Daarnaast heb ik hier nog een hele hoop beveiligingscamera's die ik aan elke pilaar van het huis gehangen. Ik heb hier 7 chests waar een paswoord op gaat zitten, zodat als er ooit iemand in mijn huis komt, wat ik me echt niet kan voorstellen qua verdediging, dan kan die in ieder geval niet de spullen van mij stelen. En dit is het allerbelangrijkste. Ik heb hier namelijk een panic button. Ik ga die sowieso achter het glas doen. Met daarbij een hamer in een item frame. Waardoor je dus wanneer er echt paniek is, het glas kapot kunt hakken en op de knop kunt drukken. Maar dat moet je niet zomaar doen. Want deze panic button zorgt er namelijk voor dat een heel groot gedeelte in jouw Minecraft-wereld explodeert. Dus je zou dat alleen maar moeten doen als je toch al weet dat je doodgaat. En je wordt aangevallen door aliens of zo. En je wilt die aliens met jou meenemen, de dood in. Dan zou je dat kunnen doen. En hier heb ik nog een alarm. Die kun je gewoon ophangen aan het plafond. En die geeft aan wanneer er bijvoorbeeld indringers zijn. Nou, helemaal fantastisch. Dat is wat wij vandaag allemaal gaan gebruiken. Like de video trouwens even, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. En in deze kist, dit heb ik voor de wapenkamer, want ik ga dus een huis maken waarin ik gewoon kan gaan wonen. Vandaar dat ik hier gewoon wat basismeubilair heb, zoals een toilet, een bed, een printer, een computer. You know the drill, een bankstel. Maar dit heb ik voor in de wapenkamer. Ik heb verschillende soorten wapens, en wapens die jullie waarschijnlijk nog nooit hebben gezien, zoals een Brishner. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Een firework sword. Een freaking ender sword. Een dragon killer die maar liefst 1600 attack damage heeft. Dus als de ender dragon ooit ongewenst bij mij aanklopt, kan ik hem direct killen. Nou, zo heb ik nog een hele hoop andere dingen. Een air sword. Een meteor sword. Zelfs een slime sword. Ik moet zeggen dat die er niet heel erg sterk uitziet. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet alles hebben. Wat ik eerst even ga doen, is ik ga de pool nog net even ietsje beter verdedigen. Jullie denken waarschijnlijk in jezelf van, Job, is het nu niet genoeg? Nee jongens en meisjes, ik wil echt het zekere voor het onzekere nemen. Ik heb natuurlijk al netherrack in de fik gezet, maar wat nou als we dit blauwe vuur er nog eens bij doen? Dat zorgt ervoor dat het allemaal nog net even ietsje beter verdedigd is. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dit blauwe vuur doet, maar ik heb zo'n idee dat het minimaal evenveel damage doet als het normale Minecraft vuur. Dus dat belooft een hoop goeds. Daarnaast heb ik nog iets als het goed is. Ik heb hier, oh shit, kijk uit. Oh, kijk uit. Oh, kan het niet weg? Zo, oké, nice. Je kunt het dus niet zomaar weghakken. Je kunt het dus niet met je vuist doen. Daarnaast heb ik hier nog een aantal armor stands. En dit gaat ook in de wapenkamer. Dit is voor als er ooit een oorlog uitbreekt. Dan heb ik hier een OP armor set. Het heet letterlijk OP. Dat staat voor overpowered. En deze armor is bizar sterk. Als je deze aan hebt, kun je eigenlijk al bijna niet doodgaan. Dan hebben we hier nog de infinity armor. Dan hebben we hier de diamond armor. De king of the warriors armor. Dat is dus eigenlijk gewoon armor wat gedragen is door iemand die ooit de ender dragon heeft gekillt. En die gewoon de sterkste is in heel Minecraft. En dan hebben we lord of the creepers armor. Dat is dus eigenlijk gewoon de baas van de creepers. De creeper der creeper. Maar eerst gaan we dus even fixen dat het hier omheen nog net even ietsje beter verdedigd wordt. En ik weet dat het misschien een beetje overdreven eruit ziet, jongens en meisjes. Maar in dit geval is het wel beter te veel dan te weinig. Geloof me, jongens en meisjes. In dit geval is het echt een voorbeeld van beter te veel dan te weinig. Ik bedoel, kijk. We hebben gezien wat Herobrine kon.
Hij heeft ingebroken in een bank in mijn Minecraft Not Survival. Inmiddels heb ik het natuurlijk goed gemaakt met Herobrine. Dan hoef ik niet bang te zijn dat dat nog een keer gebeurt. Maar die bank, die was destijds, was die echt heel erg goed verdedigd. Er waren camera's, er waren chests met een code erop. Dus in eerste instantie dacht ik echt nooit dat dat zou kunnen gebeuren. Maar het is toch gebeurd. En daarom wil ik bij mijn eigen huis er echt zeker van zijn dat er nooit iemand in gaat kunnen komen. Zonder toestemming. En zelfs iemand met toestemming gaat er waarschijnlijk niet kunnen komen. Ik heb zo'n idee dat als ik Jaywin uitnodig voor een lekker drankje met mij te komen drinken, dan komt het heel erg moeilijk voor hem uit om hier naar binnen te komen. Moet verder wel goed komen. Wij hebben in ieder geval gefixt dat we weer een nieuwe verdediging erbij hebben gemaakt. Als het goed is heb ik nog één stack van die prachtig mooie vuurdingetjes ergens zitten. Zit namelijk hier zo in. Of hier zo. Ja, hier zo zit het in. Fantastisch. Ja, ik weet eerlijk gezegd echt niet wat dit vuur doet. Maar het ziet er zo ongelooflijk epic uit. Ik vind het eigenlijk wel een stukje epischer dan de rode en oranje vuur. En ik vind het ook wel een stukje gevaarlijker eruit zien, to be honest. Dus dit is het geworden, jongens. Nou, kom op, laten we eerlijk zijn. Hier gaat nooit iemand naar binnen kunnen komen. Dat zou heel erg knap zijn. Daarnaast is Emerald ook nog best wel een sterk materiaaltje. Dus daar moeten ze dan ook nog maar eens doorheen zien te komen. Daar gaan we trouwens nu ook gelijk mee beginnen. Ik pak daar even de stairs van. Ik pak daar het glas van. Het glas kun je trouwens op geen enkele manier kapot maken in survival. Is kogelvrij glas. Dus dat is ook nog wel even een ding. Het wordt een heel klein huis. En ik ga dit dus voornamelijk baseren op verdiepingen. Want het huis zelf is namelijk echt minuscuul, zoals jullie kunnen zien. Maar ik ga het zeg maar groter maken naarmate ik het naar boven uitbreid. Dus wanneer je zeg maar in het huis komt. Ik heb trouwens helemaal geen deur. Ik moet trouwens even één dingetje hier kapot hakken voor de deur. Ik ben dat helemaal vergeten. Of zullen we gewoon zo doen dat je er alleen maar in kunt komen als een vleermuis? Want het is natuurlijk mijn huis. En ik speel eigenlijk 90% van de tijd in Not Survival. Speel ik als een vleermuis. Dus het zou eigenlijk wel logisch zijn. Het zou wel logisch zijn als wij dus, dat je dus alleen maar binnen kunt komen in eerste instantie als vleermuis zijnde. En dat je dan in het huis zelf die deuren hebt met een scanner. Dus dat je niet eens via een deur naar binnen kan. Hoe goed is het dan wel niet verdedigd? Ik bedoel, welk huis kun je nou alleen maar weer betreden terwijl je vliegt en minder dan een meter lang bent? Ik kan er niet eentje opnoemen, dus ik denk dat we op dat gebied ook heel erg origineel zijn. Nou, dit ziet er in ieder geval, ik moet zeggen, ik vind het er eigenlijk al best wel epic uitzien. Het geeft een beetje een koninkluk en koninkluk? Ja, spreek ik het goed uit? Een beetje een koningsgevoel, alsof je een of andere heel belangrijk persoon bent. Ben ik natuurlijk ook hier in Not Survival. Nou, iedereen is natuurlijk belangrijk, jongens. Elke persoon op aarde is belangrijk. Maar hier in Not Survival ben ik de baas en ik zeg wat er gaat gebeuren. Nee, nou, eigenlijk is dat ook wel een beetje waar. Wie is eigenlijk de burgemeester van Not Survival? Ben ik dat of is dat Notch? Eigenlijk, is dat geen leuk idee? Dat ik iedereen ook een baan geef. Wat vinden jullie nou een geschikte baan voor Herobrine? En wat vinden... Ik vind voor Herobrine, vind ik Slager wel een geschikte baan. Het is namelijk wel een beetje een driftkikker. Het is een beetje een agressief persoon. Dus een slagerfunctie zou hem misschien wel goed doen. Lekker in vlees hakken de hele tijd. Wat is dat daar trouwens? Ik zie daar een heel mysterieus hutje. En ik zie die daar al een aantal keer. Willen jullie dat ik die de volgende aflevering ga onderzoeken? Just to be sure. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. You never know what's in there. You get me. Dus dat is altijd handig. De stairs. By the way, laten we eerst even de vloer gaan fixen. Ik heb hier wel een hoop zin in. Alleen die panic button, die ik dus achter glas ga zetten. En die kun je dus kapot maken met een hamer in een item frame. Dat heb je vaker ook, hè. Dat je dan bijvoorbeeld een soort van bel ziet. En daarmee kun je dan glas kapot slaan. En dan heb je daar een brandblusser of zo. Of hoe zit dat ook weer? Is dat met een brandblusser? Not sure, maar iets in die trant in ieder geval. Wat de hel doe ik? Dat was totaal niet mijn intentie om het zo te doen. Het moet op deze manier. Kijk, we zetten het nu zo tegenaan. En dan moet je hier, moet je zo gaan. Even kijken. Is dit hoe het moet? Ja, ik ben heel erg slecht in dit soort dingen. I'm so sorry. Ik geloof zo. Ja. Ja, dit is fantastisch. Kijk. Zo. Wacht. Nee. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Het moet echt... Nee, shit. Wacht. Sorry. Zo. Ja, fantastisch. Dus dan heb je hier gewoon het trappetje. Dus als je hier komt als vleermuis zijn, is alleen maar de mogelijkheid hoe je kunt komen. Moet je als trappetje... Ta-t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 a. Moet je naar boven toe. Ja, in eerste instantie neem ik aan dat als je een vleermuis bent, dat je niet de trap neemt, maar die gewoon lekker naar boven vliegt. En hier gaat dan een iets groter gedeelte met glas komen. Of nou tenminste, hier moet het eigenlijk al een stukje... Nee, hier moet het al een stukje uitgebreid zijn. Hier komt zeg maar de eerste verdieping. Dus, of zullen we hem nog iets hoger maken? Nee, laten we hem nog iets hoger maken voordat de eerste verdieping komt. Dat is wat logischer. Dus we maken hem nog iets hoger en dan komt de eerste verdieping. Ja, jongens en meisjes, ik neem het maken van mijn huis extreem serieus. Is het goed zo? Ja, het is goed zo. Dus deze nog eentje hoger. Deze en deze. Deze hier mag weg. En dan plaatsen we hier weer even wat glas. Laat natuurlijk in de comments weten wat jullie qua verdediging van mijn huis vinden. Ik wil graag dat jullie een cijfer laten weten in de comments. Een cijfer voor hoe het huis eruit ziet. En een cijfer voor de verdediging van het huis. En met de verdediging bedoel ik dus ook de dingen die ik in het huis ga plaatsen. Hè? Dus alle, zoals ik nu jullie net al zei, de wapenkamer. De paniekknop die je kunt indrukken om je wereld mee te laten exploderen. De alarmknop die afgaat wanneer er bijvoorbeeld creepers in het huis zijn.
Ik wil dat jullie op basis daarvan even een leuk cijfer geven. En dan ga ik dat even checken, want ik ben toch wel heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden van mijn huis. Die natuurlijk nog niet af is, maar we zijn lekker op weg, jongens. We zijn lekker op weg. Nou, hier gaan we hem even wat langer maken. Laten we zeggen, hoe lang? Vier lang? Vier lang is goed. Dan doen we het hier ook vier lang. 1, 2, 3, 4. Dan hebben we in ieder geval onze eerste verdieping. En wat zullen we in mijn eerste verdieping gaan plaatsen? Ik denk dat ik daar de armor en de wapenkamer ga doen. Dat is denk ik het handigste. Dat je als je boven komt, hè, laten we de bovenste verdieping onze leefruimte maken. Dus dan krijg je eerst alle verdiepingen met wapens en al dat soort extreme dingen. En dan pas krijg je de verdieping met een bed en een kast. En al die dergelijke die je nodig hebt om happy mee te kunnen leven, zeg maar. Voor de mensen die denken, joh, is het niet belangrijker dat je eerst even een slaapkamer fixt? In realiteit wel, maar hier in North Survival, just to be sure, we weten niet of we nog vijanden gaan maken in de komende tijd. Lijkt het mij een handig idee om ons eerst even te focussen op de dingen waarmee we onszelf kunnen verdedigen. Ik weet niet, heb ik trouwens ook een brandalarm? Ik weet niet of Emerald in een fik kan vliegen, but you never know, oké? You never know. Dit ziet er in ieder geval al hartstikke mooi uit. Ja, dit gaat echt een heel apart huis worden. We moeten eigenlijk ook een naam hebben voor ons huis, dan kunnen we dat zo opzetten. Nou, dit is al heel erg nice. Dan ga ik hier zeg maar op deze manier een pilaar maken van 3 hoog. Zo, of is dat 4 hoog? Is dit 3 of 4 hoog? 3 hoog. Pak ik weer even een stekje erbij. Doen we dat hier ook. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh shit, doe ik het bijna verkeerd. Zo. Ik ben al steeds heel erg blij met het cadeautje dat ik heb gekregen van SpongeBob. Mijn vriend SpongeBob heeft me namelijk zijn spatel gegeven. Eén van zijn spatels. Hij heeft er ongetwijfeld meerdere. Heb je die aflevering niet gezien? Check dan even de vorige aflevering van Not Survival. Voor de mensen die het trouwens niet weten, er is ook een afspeellijst op mijn YouTube-kanaal. Wanneer je naar mijn YouTube-kanaal DutchTuber 2 gaat, is er een afspeellijst van Not Survival. En daar kun je alle afleveringen van 1 tot en met 37 is dit, geloof ik. Kun je checken als je dat leuk vindt. Voor als je deze serie bijvoorbeeld nog eens een keertje opnieuw wilt kijken. Want er gebeurt zoveel in deze serie. We hebben echt al de meest idioten en gekke dingen meegemaakt. Dat valt me nu trouwens pas op. Nu ik er zo over nadenk, wat hebben wij al rare dingen meegemaakt in Not Survival? Wij hebben een bankoverval meegemaakt. Iets wat ik nooit dacht mee te maken in Minecraft. Wij hebben, wat hebben we nog meer meegemaakt? Wij hebben een cadeautje gekregen van de grootste schurk ooit in Minecraft. Like, een cadeautje voor Herobrine. Wie krijgt dat nou weer? Ik vind dat toch wel even iets wat in de geschiedenisboeken van Not Survival mag. En misschien zelfs wel in de geschiedenisboeken van Minecraft. In ieder geval, de ramen die beginnen er al mooi uit te zien. Ik ben me aan het afvragen welke bandiet slim genoeg is om hier in te breken. Ik kan me echt niet... Kijk, Herobrine is een hele slimme jongen. Is onsterfelijk. Maar hij kan wel doodgaan. Dat betekent dat als hij doodgaat door vuur, dat hij dus doodgaat en weer respawnt. Maar niet op de plek waar hij doodging. Dus het is niet zo dat hij dan gewoon door een paar keer dood te gaan in mijn huis kan komen. Zo werkt dat niet. Als je bijvoorbeeld bij de mines doodgaat, moet hij wel weer hier beginnen. En dan zal hij uiteindelijk weer doodgaan bij de mines. Want de mines zijn ontiegelijk sterk. En ik weet ook niet of er een bepaald soort armor bestendig is om hier te komen. Want dit huis, jongens, oh my freaking lord. Ik heb nog nooit zo'n huis gezien. Wat zou in real life eigenlijk het best beveiligde huis zijn? Wie zou nou eigenlijk echt een best beveiligde... Ik denk iemand zoals de president, hè, van de Verenigde Staten. Die zou ongetwijfeld hele goede beveiliging hebben bij zijn huis en bij zijn kamer, et cetera. Het Witte Huis, et cetera. Maar ik weet niet hoe dat in real life zit. Wat ik wel weet, is dat ik de eerste kamer ga inrichten. Ik heb hier ongelofelijke zin in. Heb ik toevallig een mod geïnstalleerd, waardoor ik meer fences heb? Bijvoorbeeld Emerald fences, dat zou ik heel erg tof vinden. Die heb ik niet, hè? Nee. En wat voor fences heb ik wel? Ik heb wel... wacht eens even. Electrified Iron Fences. Klinkt leuk, maar tegelijkertijd ook een beetje gevaarlijk. Dat betekent namelijk dat als ik in mijn eigen huis zit en ik wil even, weet ik veel, mijn hand aan de trap vastpakken om makkelijker naar boven te leunen of zo. Dan elektrocuteer ik mijzelf gewoon. En ik verslikte me toen ik dat zei. Dus dat is automatisch wel geen goed idee. Als je je verslikt, jongens, tijdens het vertellen van iets waarvan je al niet zeker weet of het een goed idee is, dan neem ik aan dat dat een teken is dat je het beter niet kunt doen. Nou, dit is de eerste verdieping. Misschien inderdaad even 2 hoog zo. Ik vind het altijd zo leuk om, zeg maar, hele niet bestaande bouwwerken te maken. Wat ik daarmee bedoel is, zeg maar, een bouwwerk wat in het echte leven natuurlijk nooit gebouwd zou kunnen worden. Ik bedoel, je zou nooit een bouwwerk kunnen hebben in real life die beschermd wordt door ringen van vuur, door landmines. Dat zou veel te gevaarlijk zijn. Maar hier in Minecraft is alles mogelijk. En dat maakt het ook allemaal weer heel erg leuk. Oké, nou, dit vind ik wel goed. Ik irriteer me, want ik wil toch fences hebben. Zijn er geen iron fences misschien? Zeg maar, iron fence. Dat is electrified. Die heb ik dus niet nodig. Nee, ik moet normale hebben. En als ik nou dit doe, ziet dat er een beetje leuk uit. Ik kan gewoon eens even kijken of dat wat is. Want ik weet niet of jullie snappen wat ik bedoel. Want je komt er zo meteen boven. Hè. Laat ik dat eerst even fixen, dat je naar boven kunt komen. Dus je komt zo meteen, zeg maar, hier boven. Dus ja. Hartstikke leuk. Je bent lekker aan het klimmen. Klimmen voor je leven. Zo, dan ben je boven. En dan leek het mij een leuk idee om, zeg maar, op de plek waar je niet bent. Dus waar je niet uitkomt. Om daar even wat fans te zetten. Dat je, zeg maar, dit idee een beetje hebt. Ik vind dat... Ja, dat ziet er tof uit. Laten we dat doen. Oké, cool. Nou, dan kunnen we de eerste kamer gaan inrichten. Ik zou ook kunnen zeggen dat ik eerst heel het huis maak. Maar ik vind het wel leuk om nu al een beetje met de inrichting te beginnen. Alleen, we moeten ergens een opening hebben. Waardoor we hier naar binnen kunnen. Ergens moet er een opening zitten. Hoe kan ik die opening het beste maken, jongens? Wat vinden jullie? Vinden jullie dat ik gewoon ergens een gat moet maken? Dus letterlijk bijvoorbeeld zo. Dat ik dan hier zo...
Kijk, dat is dus misschien niet zo'n heel erg goed plan geweest van mij. Ik zie trouwens dat er een of andere rare mop is gespant. King of the Wizard klinkt als een heel gevaarlijk iets wat ik hier liever niet wil hebben. Waar ben ik eigenlijk? Ah, ik ben in het huis van Patrick. Patrick, het spijt me. Ik ben even in jouw huis wezen chillen, man, bro. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Ik zet de opties weer even op easy, als we dat zometeen misschien moeten hebben. Oké, kijk. Ah, dit ziet er al wel vet uit, hoor, jongens. Het lijkt een beetje op een rare lolly of zo. Maar hey, het is heel erg goed verdedigd. Zometeen gaan we natuurlijk al die camera's ophangen, jongens. Maak je geen zorgen. Oké, dus ik had beneden dat ik een gat gemaakt, right? Maar dat werkte niet. Of tenminste, het kan werken, maar dan moet ik ook even deze weghalen hier zo. Dus zo kan het. Zo kan het. Ja, dit vind ik. Ja, dit is perfect. Ja, dit is leuk. Dat is zo grappig. Want je denkt nu bij jezelf in eerste instantie van, ah, als ik dit allemaal passeer, kan ik misschien naar binnen via de deur. Er is geen deur. Nee, je moet dus letterlijk een vleermuisje zijn, zoals mij. En dan, wush, 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 kun je naar binnen. Dat is de enige mogelijkheid, jongens. Geloof me. Oké, now that we've done that, we kunnen beginnen met het inrichten. En qua inrichting wil ik eigenlijk even beginnen. Ik ga eerst even dit allemaal naar boven doen. Ja, 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 ja. Dan heb ik even wat ruimte. Ik ga beginnen met de armor stands. Die ga ik eerst even allemaal neerzetten. En dan wil ik eerst de OP armor neerzetten en de infinite armor. Of infinite, of hoe je het ook uitspreekt. Even kijken, waar zullen we dat gaan neerzetten? Zullen we dat gewoon hier zo tegen? Ik denk dat dit een prachtige plek is toch, jongens. Kijk. Bam. Oh, shit. This looks amazing. Ik heb ze per ongeluk aangedaan. Dat was totaal niet mijn intentie. Even kijken. De schoenen mogen hier. De broek die mag hier. Oh, lukt dat? De broek? Ja, dankjewel. En de chestplate mag hier. Shit, man. Dit is OP. Dit is OP. Dit is heel OP. Nu deze hier zo. Gaan we ook even aan. Gaan we ook even hier zo aan laten trekken. Bij de armor stand. Ja, bam. Bam. Oh, dat ziet er heel gruwelijk uit. Oh, dat is vet. Kijk die lichtjes, jongens en meisjes. Je weet gewoon dat als je die aan hebt in een oorlog, dan is er geen partij, man, bro. Niemand gaat jou kunnen aanvallen. Tenminste, ze gaan je kunnen aanvallen, maar ze gaan dat niet overleven. Doen we nu de tweede set erbij, misschien kunnen we ze allemaal wel meenemen. Ah, kijk eens aan, zijn we gelijk helemaal klaar. We gaan zo meteen met de camera's even beginnen, jongens. De camera is ook heel belangrijk, want we moeten natuurlijk wel kunnen zien wie er langskomt, ook al werken die camera's eigenlijk niet, want je hebt niet echt iets waarop je kunt terugkijken wat er gefilmd is. Maar het is natuurlijk wel handig om mensen mee af te schrikken. Mensen die bijvoorbeeld willen inbreken en die camera's zien. Oh, dit is echt een camouflagepak. Oh, dat is heel erg gruwelijk. Oké, even kijken, hier nog één. Het is niet helemaal symmetrisch, maar het is ook helemaal niet zo heel erg. Door deze hier, deze hier, deze hier en deze hier. Kijk, dit is gruwelijk. Wat ik dan eigenlijk wil doen, ik heb er nog eentje. Oh, kan ik, die moet dan hier in de hoek. Oh, jullie, ik voel nu al jullie boosheid vanwege het feit dat er geen symmetrie aan te pas is gekomen, jongens. Ik weet het, ik weet het. Ik weet dat heel veel van jullie daar niet goed tegen kunnen. De broek, oh shit, de chestplate, de broek en de helm. Kijk, en dan, ja, of gaan we gewoon overal een armor set doen. Dat zou eigenlijk nog wel een stukje epischer zijn, hè. Eigenlijk wel. Dan ga ik heel even sneaky game mode in. Pak ik even armor stands erbij. Ja, dat is gruwelijk. Er moet meer armor zijn. Dat kan niet anders. Zetten we dat even zo neer. Ik wil nu overal ook gewoon armor hebben. Ik vind dat zo vet. Gaan we gewoon even kijken. Gaan we even bij de chestplate. Gaan we dit gewoon even in creative doen. Maakt ook allemaal niks uit. Hoe is die? Super chicken. Nou, die vind ik er leuk uitzien. Dus dan pakken we super chicken. En dan gaan we zijn pakje gaan we doen. Dan kun je gewoon een super kip worden. Als er ooit een oorlog is, dan kun je gewoon als een super kip zijnde, kun je er iets tegen doen. Kijk, bam. Oh, kijk uit. Knap. Wat is er mee gebeurd? Heb ik hem aangedaan? Huh? Super, super chicken. Waar is je broek? Je kunt nog niet zomaar zonder broek rondlopen, man, bro. Dat is een beetje raar. Oh. Wat? Of heb ik die? Oh, wat? Heeft hij? Maar hij heeft geen broek nu. Hij kan geen broek. Hij kan geen broek. Dat ziet er zo raar uit. En ik heb speed 5-4 gekregen. Of 5, omdat ik dat net aan heb gedaan. Zullen we ook even de normale dingen doen? Zoals goud en zo? Oeh, wat is dit? Butter chestplate. Heb je dat ook? Oh, dat is vet. Boter armor, jongens en meisjes. Het is juist een gezegde van dat je heel erg makkelijk ergens doorheen kunt snijden. Dan zeggen ze van, ja, je kunt er doorheen snijden als bij boter. Maar in dit geval, waarom kan ik nou die broek niet doen? Ik kan met sommige dingen een broek niet doen. Komt dat misschien omdat ze anders in de weg staan? Waarschijnlijk wel. Is niet erg. Heb ik geen boter armor aan? Nee, dan doen we nog iron. Hebben we geen emerald armor? Nee. Wat hebben we nog meer? Armor. Hier hebben we alles al. Helmet misschien. Misschien kunnen we iets goed zien. Welke is nog meer tof? Ah, Mario! Ja, man, bro. Een Mario pakkie. Natuurlijk. Gaat de broek hierbij ook niet werken? Want dan weten we dat het komt door de armor stands die ernaast staan. Nee, dat werkt niet. Maar we kunnen wel de rest doen, hè? Ja, de rest werkt wel. Dus een helmpie, schoentjes en dat is het. En dan moeten we natuurlijk ook even Luigi hebben. Hij is natuurlijk player 2, maar we kunnen hem niet altijd zomaar buiten sluiten. Zo, pak ik nog even een milk erbij. En dan ben ik helemaal klaar. Hoppakeetje. Zo, hebben we dat ook gefixt. Nice. Kijk, helmpie, broekie of broekie, shirtie, zo. Ja, jongens en meisjes. Nou, dit is dus als het ware een beetje de wapenkamer. Ik vind het leuk, ik vind het leuk. Nu moeten we natuurlijk ook even gelijk beginnen met het ophangen van de zwaarden. Die kunnen we jammer genoeg niet showcase zoals bij de armor. Maar we kunnen ze wel ophangen. Golden apples, ik heb nog een aantal van die kisten. Vond ik ook wel heel erg vet eruit zien. Misschien kan ik die zo hierboven zetten.
Alleen het gaat niet symmetrisch zijn. Ik weet dat jullie je daaraan irriteren. Dan heb ik nog een beter idee. Waardoor de symmetrie niet in de weg gaat zitten. Dan plaats ik hier een kist. Hier ding, hier, hier ding, hier ding, hier ding, hier. Zo, kijk. Luister, dan plaats ik dit hier zo. En dan wordt dit als het ware. Hier gaat dan zogenaamd allemaal zwaarden in zitten. En dan moeten we dus nu even die zwaarden in die item frames hangen. Ja, jongens en meisjes. We zijn redelijk wat vooruitgang aan het boeken met het maken van ons huis. Ik ben tevreden. Even kijken. Oh, de Dragon Killer is zo epic. Dat zwaard ziet er zo ongelooflijk OP uit. Ik zou hem eigenlijk wel eens een keer willen uittesten. Gewoon om te kijken hoe snel je iemand daarmee killt. Ik geloof echt gewoon kapot snel. Kijk hoe gruwelijk dit eruit ziet, jongens. We hebben gewoon onze eigen showcase. En deze hier. Ja, oké. Okay, dit is echt heel erg tof. Zal ik hier ook nog even twee neerzetten? Zo, bam, bam. Ik moet niet zo, jongens, meisjes. Hup. Pardon. Oké. Okay. Ah, oké, het is weg. Is het weg? Het is weg. Soms heb je echt het gevoel dat je moet niet zijn. Dan gaat het weer weg. En dan komt het weer terug. En dan gaat het weer weg. Het is zo ongelooflijk irritant. Zo, en dan heb ik eigenlijk nog twee nodig. Hier heb ik er één. Gaan we nog even naar beneden. Time set D. Ik moet zeggen, de inrichting, ik vind hem gruwelijk. Ik vind hem heel erg tof. Hadden we niet nog iets anders qua verdediging? Oh ja, die deuren. Ah, die camera's. Die moeten we ook even op gaan hangen natuurlijk. Zullen we dat echt heel erg extreem gaan aanpakken? Gaan we dat echt? Ja, we gaan het gewoon hartstikke extreem doen, hoor, jongens. We gaan het gewoon echt op zijn max doen. Als dit niet het best beveiligde freaking huis is wat jullie ooit hebben gezien in Minecraft. Nou ja, jongens en meisjes, dan weet ik het ook niet meer. Ik ga denk ik niet zo heel erg veel verdiepingen maken. Wat ik denk ik ga doen, is ik hou gewoon twee verdiepingen aan. Eerste verdieping is de verdieping die ik nu maak. Daar komen alle dingen in om heel overpowered mee te zijn. De gear, de zwaarden, de paniekknop waarmee je je wereld kunt laten exploderen. Al dat soort dingen. En dan maak ik een soort van dak wat de tweede verdieping is. Daarvoor heb ik ook die Emerald Stairs. Die heb ik natuurlijk ook gebruikt voor een loopstuk naar boven. Maar ook dus in eerste instantie voor het dak, hè, van het huis. En daar maak ik dan zeg maar de leefruimte. Dus waar we gewoon lekker kunnen flexen als DutchTuber zijn. En waarbij we niet bang hoeven te zijn voor gekke alien aanvallen of misschien wel meer. Oké, we weten nu ook gelijk dat die blauwe vuur pittig extreem is en dat we daar goed voor uit moeten kijken. Ik wist namelijk in eerste instantie niet wat het zou doen qua damage, maar daar ben ik nu achter gekomen. Eigenlijk, hè, ik heb eigenlijk best wel een tof idee. Als we nou een teleporter mod kunnen installeren, zouden wij hier iets in kunnen verstoppen. In deze soort van waterval. Eén kist. Met daarin iets wat zo zeldzaam is, dat wat er ook gebeurt, wij altijd één stap voor zullen zijn op onze vijanden. Dat daar iets in zit, weet je wel. Dat we bijvoorbeeld een teleporter hebben hier. Dat we erin springen en dat we dan uitkomen in deze steen waar die waterval uitkomt. Omdat er dan in die steen ergens iets verstopt zit. Of het nou een item frame is met een zwaard erin die zo sterk is dat als je die alleen al vasthoudt, dat heel de wereld explodeert. I don't know. Something like that. We moeten dat denk ik toch wel gaan doen. Ja, kijk jongens en meisjes. Ik vind dit heel erg tof. Ik heb nog wel wat zwaarden over. Moet ik hier ook niet even wat camera's neerzetten? Nee, alleen buiten. Ja, buiten. Het is gewoon echt puur zodat niemand naar binnen kan. Nou, hier hebben we het ook gefixt. Dit is zo vet. Oh, dit is awesome. Alleen hierboven nog even snel. Hop, 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 hop. Kijk. Of hebben we er eentje te veel gedaan? We hebben er eentje te veel gedaan. Mag jij even weg? Ja, mag weg. Zo, nice. Jongens en meisjes, dit huis is insane. Dit huis is freaking insane. Dan gaan we nu naar de tweede verdieping. We moeten de eerste verdieping nog even verder maken. Want we moeten namelijk nog die paniekknop fixen en zo. Ik hoop dat jullie het zeg maar even vet vinden als mij. Want op een of andere manier, ik ben echt legit enthousiast over wat ik tot nu toe heb gebouwd. Ik vind het er heel tof uitzien. Dit wordt waarschijnlijk ook weer een iets langere aflevering. Omdat ik namelijk dit echt af wil maken deze video. Want ik vind het zo irritant om ergens aan te beginnen. En het dan niet af te kunnen maken in dezelfde video. En in dit geval is het dus best wel een lange video. Omdat ik dus een heel freaking beveiligd huis wil maken. We hebben deze aflevering nog een stukje extra beveiliging gedaan. En we maken dus nu nog eens een keer het huis af. Heb ik toevallig meer emerald ergens in zitten? Ik geloof dat hier nog wel wat emerald in verscheld zat. Even kijken, hier zo, niet hier zo. Hebben we die deuren überhaupt nog nodig nu, die scanner doors? Eigenlijk niet, want we maken niet echt gebruik van deuren. Misschien dat we die boven nog ergens kunnen gebruiken. Kijk, dan fix ik het zo. Even kijken. En dan de raampjes. De raampjes. Dus doe ik hem hier nog twee hoog met dan daar raampjes. Dan is het goed. Dus eigenlijk op deze manier. Ja, en dan hier de raampjes tussen en dan komt daar het dak op. Nou jongens en meisjes, ik ben super benieuwd wat jullie van mijn huis vinden. Zouden jullie in dit huis een keer willen logeren? Stel voor dit Minecraft huis zou gerealiseerd kunnen worden naar real life. Zou gewoon in het echt zo bam ergens staan. Zou jij er een nachtje willen slapen? Gewoon dat we een DutchTuber sleepover doen. Dat lijkt me super vet trouwens, nu ik het zeg. Hier moet dan zo één laagje erbovenop voor de sters. En dan hebben wij ons huis gewoon af. Shit, man. We hebben één heel gruwelijk huis neergezet. Ik ben zo enthousiast. Ik vind hem er gewoon zo gruwelijk uitzien. Zo, even kijken. Heb ik nog een stekkie? Heb ik nog een stekkie? Ik heb het nodig voor mijn plekkie. Oh, shit. Deze mag weg. En dan hier zo. Ik ben verkouden aan het worden. Dat is geen goed teken. Nou, dan praten we. Ja, weet je wat het is, jongens en meisjes? Het is in Nederland gewoon zo. Soms is het in één keer lekker warm buiten. En soms is het in één keer ongelooflijk koud. En dat zorgt ervoor dat je lichaam elke keer denkt wanneer het warm is. Ah, lekker. Even relaxen in de warmte. En de dag daarna stap je de deur uit. En dan is het zo koud dat je lichaam gewoon in één keer op slot staat. En ook je neus. En dan ben je verkouden. Dat is rot. Dat is niet leuk. Ik haat verkoudheid. Weet je wat ik ook haat? Als je zeg maar verkouden bent.
Dat had ik tenminste altijd. En dan heb je bijvoorbeeld geen zakdoekjes bij je. En dan ben je op school ben je bijvoorbeeld een toets aan het maken. En dan ben je zo verkouden dat als je dan naar beneden kijkt, je bent aan het schrijven. Je voelt gewoon, het is heel smerig, ik waarschuw jullie alvast. Je voelt gewoon die snot, voel je gewoon naar beneden toe komen. En je denkt in jezelf van, oh, ik schaam me. En ik heb het een keer gehad, hè. En dit is echt misschien super beschamend om te vertellen, maar toch ga ik het doen. Ik heb het een keer zo erg gehad, dat ik tijdens het toets maken zo verkouden was en ik moest niezen. Dat al die snot over mijn blaadje heen kwam. Ik heb het letterlijk gewoon weggeveegd. Waarschijnlijk heeft de leraar destijds het wel gezien dat ik verkouden was, want die moest het nakijken. Ik hoop niet dat hij mijn griep toen heeft overgenomen, maar dat was echt super naar. Oké, dat was even mijn verhaaltje. Ik weet niet waarom ik het vertelde, maar ik deed het gewoon even. Zo, nou jongens en meisjes, als jullie dit geen mooi huis vinden, dan weet ik het ook niet meer hoor. Dan weet ik het ook niet meer. Zo, we plaatsen dit hier. Oh, ik blijf dan ook gewoon in game mode 1. Hè? Ik heb dat niet door. Zeg maar, omdat ik al kan vliegen, hè, als vleermuis zijnde, in deze Not Survival, heb ik soms het idee dat ik al in creative zit. En als ik dan even naar creative 2 switch, dan voelt het zeg maar echt super weird. Deze mag weg. Game mode 0. Hopsakeetje. Pakken we even het glas erbij. En dan gaan we weer verder. Halen we dit even weg. Hop, hop. En dan gaan we weer game mode 0. Het spijt me, jongens en meisjes. Ik weet ook niet waarom ik het elke keer misplaats. Helemaal niet nodig. Kijk, ik had het ook gewoon in één keer goed doen. Nice. Dit hebben we gefixt. Ja, ik denk dat we dus de tweede verdieping hier zo moeten maken. Oh nee, wat doe ik nou? Doe ik het weer fout, hè? De tweede verdieping, de grens van verdieping 1 naar verdieping 2, die maken we hier zo. Dat doen we dus met emeralds. Even kijken. Hier, hè? Ja, perfect. Zo. En wat ik dan van plan ben om te doen, is om toch binnen ook nog even wat camera's te doen. Gewoon voor de zekerheid. Wat we ook kunnen doen, dan hoeven we namelijk helemaal geen gebruik te maken van trappen. Ik denk dat jullie dat misschien best nog wel een vet idee zouden kunnen vinden. Ik weet niet of dat ook echt in huizen is, maar in mijn huis apparently wel. Dan maken we het... Wacht even hoor, ik ga het jullie laten zien. We maken eerst dus even hier die gedeeltes. Even kijken, nog wat emerald bij me. Ik heb nog een stack. Zo, zo. Dus hier 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nou, nog iets verder. Ik denk zelfs overal nog 2. En dan laten we een klein gat open, zeg maar, hè, in het plafond. Zodat je hier als Dutchuber zijnde, die bijna altijd een vleermuis is in Not Survivor, dus dat komt goed uit, dat je gewoon naar boven kunt vliegen, van verdieping naar verdieping. Of is dat niet handig met inrichten? Nee, dat is niet handig, hè. Zoiets. Ik vind het er eigenlijk best wel sick uitzien. Het is wel easy. En dan kunnen we hier gewoon alle meubilair neerzetten. Is dat geen goed plan? Ik vind het een goed plan. Dan gaan we hier... Gaan we even wat camera's weer neerzetten. Bam, bam, bam. En hier gaan we iets anders doen. We gaan namelijk nu beginnen, jongens en meisjes, met het maken van de paniekknop. De knop die er als het ware voor zorgt dat als je hem indrukt dat heel de wereld weg is. En hoe we dat gaan doen, jongens en meisjes, dat ga ik jullie direct even laten zien. Daarvoor moeten wij eerst even naar mijn kist toe. We gaan sowieso het huis deze aflevering afkrijgen. Dat is voor mij gewoon even een must, oké? Hebben we dat hierin zitten? Ja, dat hebben we hierin zitten. Wat ik zelf voorstel om te doen, is eerst even het glas weg doen. Het glas hebben we namelijk niet meer nodig. De camera's hebben we ook even niet meer nodig. Wat we wel nodig hebben, zijn sowieso de furnaces, hè, die password protected zijn. Dus die kun je alleen gebruiken als je een wachtwoord voor hebt. Al mijn wachtwoorden gaan 777 zijn. Mijn geluksgetal. Ja, geluksgetal 7. En dan 3 keer 7 lijkt mij het beste. Want alleen 7 is een beetje een kort wachtwoord. Het alarm moeten we even ergens ophangen. En de paniekknop die zetten we dus achter glas. En dan kun je die kapot maken met de hamer. En dan kun je hem aandrukken. Oh shit, jongens en meisjes, dat beloof wat. Ik ga hier ook heel even nog een gat maken, hoor, dat ik elke keer even naar beneden toe kan. Kijk, wat ik daarmee bedoel is dat ik dus nu het glas erbij pak. Wacht, eerst de alarmknop. Kan ik die ergens aan het plafond hangen? Ja, kijk, dit is de alarm. En dan wou ik even kijken. Oh, wat doe ik nou? Moet die helemaal boven hangen? Nee, eigenlijk niet. Kan ik die... Die kan ik niet meer kapot maken, denk ik. Maakt niet uit. Doen we die lekker hier. En dan wil ik eigenlijk hier zo. En ik weet niet of dat kan. Ik denk het wel. Kan dat? Even kijken, is dit... Panic button, nee, die kan niet hier, maar wacht, jullie gaan zien wat ik bedoel, hoor. Jullie gaan zien wat ik bedoel. Kijk, dat doe ik dan zo. En dan haal ik deze heel even weg. En dan doe ik hier een item frame met die paniekknop erin. En als je daar dus nu op drukt, explodeert heel de Minecraft wereld. Als je die dus wilt openmaken, moet je dat doen met de hamer die hierin zit. Dus zeg maar, dit is... In het ergste geval. Als het zeg maar allemaal niet heeft geholpen, de verdediging om mijn huis heen, alle goede armor, alles erop en eraan, kun je altijd dat nog doen. Dus dat is een beetje het idee. What do we need more? Ik had nog wat golden apples die ik eigenlijk even wil plaatsen. Misschien leuk als ik die hier zo even boven plaats. Al die golden apples. Golden apple, golden apple, golden apple, golden apple, golden apple. En dan heb ik hier nog wat chemies nodig. Die wil ik graag even hier zo hebben. Of moeten ze? Nee, ze moeten nog eentje verder. Momentje. Zo. Bam. En aan deze kant. Zo. Bam. En bam. Nice. En die password protected furnaces, die wil ik hier hebben. Dan wil ik er zo 3 van in de hoek hebben. Met allemaal de code 777. En deze ook. 777. Zo raar eigenlijk dat ik het gewoon in de video zeg. Als iemand ooit in deze wereld zou kunnen komen, dan weten ze dus al direct hoe ze lekker een eitje voor zichzelf kunnen bakken. 777. Hier ook. 777. En als laatste. 777. Nou, kijk eens aan. Cool. Voor de mensen die geloven. Bam. Dan heb je de furnace open. Kun je er wat in gaan doen. Het is best wel leuk eigenlijk. Kijk, dan doe je zo. Is hij open. En dan zie je heel even dat hij dus ook echt open is. En dan zeg maar dat
stukje met die codes die ik het diep is aan de kant geschoven. Nou, dit is toch een goed verdedigd huis, jongens. Hier kan toch niemand wat doen. Nu het allerlaatste. Namelijk de normale inrichting van mijn huis. Ik heb niks anders meer wat ik even moet plaatsen. Ik kan nog wel wat zwaarder, geloof ik, hierin zitten, of niet? Oh shit, wat doe ik? Ah, die kan ik natuurlijk niet meer kapot krijgen. Zo. Had ik nog wat zwaarder of zo hierin zitten? Nee. Hier nog wel wat, ja. Maar zijn zo'n oneven getal. Dus dat is sowieso niet echt heel erg fijn. Ik kan sowieso nu, denk ik, dit allemaal... Nee, zometeen moet ik alleen nog even een dak maken. Maar dat doe ik misschien even achter de schermen. Ah, ik ben zo verkouden, jongens en meisjes. Irriteer me mateloos. Even kijken, wat gaan we doen? De meubilair, die zit hier zo in. Dus dan doe ik dit even allemaal weg. En dan fixen we even de meubels. Dat is dus allemaal voor boven. Ik hoop dat dat een beetje gaat lukken. Zo, even kijken. En natuurlijk de badkamer. Nou, we gaan eens even kijken of we er wat moois van kunnen maken, jongens en meisjes. Dat we dus gewoon lekker kunnen blijven vliegen van verdieping naar verdieping. Dan beginnen we even met het plaatsen van de... Ik heb helemaal geen tv's. Ik bedenk het nu pas. Ik heb helemaal geen tv's. Zo. Kijk, dan plaatsen we hier even een bankie. Lekker een bankie. Met een tafeltje hier zo. Met daarbij... Of wacht even, ik kan het misschien beter zo doen. Nee, wat doe ik? Oh my god, nu heb ik het helemaal verpest. Sorry. Zo, ja. Met daarbij hier een tv'tje en hier een tv'tje. Kun je lekker tv kijken op de bank. Het bed zet ik hier zo neer. Bam. Oh, lukt het? Wat voor bedden zijn dit eigenlijk? Heb ik in een mot erbij gekregen? Dat is een bed met een chest eronder, geloof ik. En dan moet ik alleen nog even een bedside cabinet hebben. Niet zo heel erg veel. Ik denk 3 of zo moet genoeg zijn. Dan kun je wat spulletjes instoppen naast je bed. Kijk, het ziet er fantastisch uit. Cool, hebben we dat ook gefixt. Dan heb ik, als het goed is, wat carpets bij mij. Oh, die heb ik nu niet mee. Ik heb hier trouwens een speciale furnace. Die kunnen we hier misschien op. Jeetje, wat een ding! Wat is dat nou weer voor furnace, joh? Ik denk, die zet ik daar even neer, maar dat wordt hem ook niet. Computertje hier zo, kun je lekker aan je bed op de computer, is ook fantastisch. Hier nog even een klein tafeltje waar echt de officiële setup op staat. Lijkt mij een heel erg goed plan. Nee, wacht eens even, ik heb een beter idee. Dan plaatsen we hem hier zo en hier zo. Plaatsen we de stoeltjes er even tegenaan. Heb ik toevallig een computer? Heb ik ook een printer? Printer. Heb ik er 2 van. Kan ik ook 2 neerzetten. Fantastisch. Hebben we nog een magnetron? Ja, kijk. Een magnetron naast je bed. Wat wil je nog meer, joh? Dat is toch helemaal fantastisch? Time set day. Even kijken. Kunnen we hier een aantal kastjes neerzetten? Kunnen we gewoon van alles instoppen? Zo is hartstikke handig. Kijk eens aan. Begint al echt een beetje een thuissfeer te krijgen. Hier zo gaan we een soort van de keuken maken. Dus dat houdt in dat we dat gewoon even zo mooi allemaal naast elkaar neerzetten. Hier wat van deze dingen. Bam, 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 bam. Helemaal vol. Nee, niet helemaal vol. Deze aan de hoeken weg hebben we daar namelijk ook gedaan. Hebben we nog iets anders nodig misschien? Dat is ook wel leuk om even erbij te hebben. Kun je daar even lekker gaan zitten zo. Hop, 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 hop. Hop, hop, deze moet even weg. Jongens en meisjes, ik moet zeggen, ik ben heel erg tevreden met mijn huis. Dit is echt gewoon mijn huisie. En ik ben er hartstikke blij mee. Even een magnetronnetje nog in de hoek. Kun je lekker eten maken. En heb ik nog iets anders misschien? Eigenlijk een bad moet ik ergens hebben. Wacht, dit kan hier. En kunnen we hier een klein badkamerstukje van maken? Ziet er misschien allemaal heel erg raar uit. Maar het gaat werken, jongens. Het gaat werken. Kijk eens aan. Nou, ik ben tevreden in de wasmachine nog ergens. Die kan perfect hier zo. Kunnen we die op elkaar zetten? Ja hoor, jongens, meisjes. Nou, dit is mijn huis. Dan hebben we nog een klein stukje over. En omdat ik niet zo goed weet wat ik... Oh, nou wacht, een toilet. Shit, een toilet. Ja, dat is toch wel even belangrijk. Doen we een toilet hier met een tafeltje ernaast. En ja, ik vind het helemaal perfect. We hebben het huis gewoon afgemaakt. Het enige wat we nu nog even hoeven te doen is de carpets erin te plaatsen. Zodat het een beetje een thuissfeer heeft. En dan zijn wij, geloof ik, officieel klaar. Carpets heb ik hier zo. Camera's toch even daar neerhangen daarboven. Misschien wel. En dan zijn we klaar, jongens en meisjes. Dan hoeven we alleen nog maar het dak te maken. En dan heb ik gewoon mijn eigen freaking huis. Zo goed verdedigd, jongens. Ik vind het fantastisch. Ik ben benieuwd of jullie deze XL-aflevering dus ook leuk vonden. Waarin ik dit zo heb gemaakt. Ik ga het denk ik niet overal plaatsen, die carpets. Maar gewoon waar het... Ja, het kan ook niet overal. Laat ik het gewoon plaatsen waar het kan. En ik vond trouwens zwart een mooie kleur. Omdat het een beetje duister overkomt. En het moet niet echt duister zijn of zo. Maar het geeft een beetje het gevoel van kracht. Van we staan sterk in ons schoenen hier in het best beveiligde huis. In heel North Survival. Ik vind het fantastisch. Zo. Ja, dit ziet er toch hartstikke tof uit. Zwart matcht ook eigenlijk altijd met alles. Dus dat is heel erg fijn. Het laatste is het dak. En daar kunnen we nog een kleine kamer ooit maken. Misschien dat we daar gevangenen kunnen opsluiten die ooit hebben geprobeerd in te breken. Dat die daar terechtkomen. Onder het mom van had je nooit moeten doen. Dan zit je voor eeuwig vast in het dak van mijn huis. Of een zolder waar we misschien alle rotzooi kunnen neergooien als dat ooit nodig is. Maar ons huis is in ieder geval af. En we beginnen met het plaatsen van stairs aan deze kant. Ja, dit gaat natuurlijk ook nog wel even een tijdje duren. Nou, laat ik even een leuk verhaaltje vertellen. Misschien heb ik die wel. Ik heb wel eens een keer een heel goed verdedigd huis gezien. Dat was ergens in Nederland. Ik weet niet meer precies waar dat was. Maar toen zag ik een keer een huis met eerst een hele grote poort. En dan nog een huge ass deur met een soort van code die ingevoerd moest worden. En dan nog zo'n hele goed beveiligde garage. En achter de ramen zaten nog een soort van, I don't know wat dat was. Denk ik ook wel op een soort van paswoordachtig iets als je een code moest invoeren. Ik weet niet wie daar woonde. Maar ongetwijfeld iemand die heel erg van zijn privacy houdt. Ook al moet ik zeggen dat privacy sowieso wel heel erg belangrijk is. Ik bedoel, je moet mensen hun privacy altijd waarderen. Of respecteren eigenlijk. Want ja, jij zou het ook niet leuk vinden als iemand in één keer
keer zomaar je huis kan binnenlopen met... Hey, ik smeer even een broodje pindakaas met de pindakaas die jij hebt gekocht aan jouw tafel. Met jouw mes en op jouw bord met jouw brood. Ik kan me voorstellen dat niemand daar eigenlijk echt op zit te wachten. Dus waardeer mensen hun privacy gewoon. Je ziet ook heel vaak zeg maar dat mensen daar niet mee uitkijken op social media. Dat mensen bijvoorbeeld op Twitter in één keer hun telefoonnummer sturen. Dat moet je ook nooit doen, hè jongens. Je moet ook al is het naar een vriend. Gooi je telefoonnummer, je huisadres nooit in YouTube reacties. Nooit in Instagram DM's bij mensen. Het is levensgevaarlijk. Want wanneer ze je adres hebben en helemaal als je het bijvoorbeeld post op Twitter. Dan kan niet alleen de persoon het zien aan wie je het stuurt. Maar iedereen kan het zien. Zo'n klein stukje algemene internetvoorlichting zou je wel kunnen zeggen. Kijk daar alsjeblieft mee uit. Want het kan echt een heel probleem worden als je dat zomaar laat staan en iemand ziet het die slechte bedoelingen heeft. Je moet daar gewoon heel erg voorzichtig mee zijn. Zo, nou jongens en meisjes. Ja, de vraag van mij naar jullie. Ik heb jullie natuurlijk al een hele hoop dingen gevraagd in deze video. Zo van, ja, wat voor cijfers jullie geven voor mijn huis, dit, dat. Maar misschien wel de belangrijkste vraag. Wat moet er op mijn zolder komen? Zou ik daar gewoon een chillplek van? Ik kan daar misschien wel een zwembad maken. Dat zou eigenlijk wel freaking amazing zijn. Misschien een jacuzzi of zo. Zou je iets van een jacuzzi mod hebben in Minecraft? Dat je bubbels kunt maken. We kunnen ook Geo neerzetten. Die laat zoveel scheten. Die veroorzaakt die bubbels ook wel. Maar ik weet niet of dat er zo zijn. Maar dat zou best wel heel erg tof zijn. Ja, ik ben ook zo erg. Hè. Dan maak ik een aflevering van Not Survival. En ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel tijd nu. En dan ben ik ook gewoon die guy die ook weer een aflevering maakt van ruim. Wat zou het zijn? 40 minuten misschien wel? I don't know. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Want ik ga dat natuurlijk niet elke aflevering doen. Ik ben wel zeg maar iemand die in mijn vaste series op mijn kanaal nooit een aflevering korter dan 10 minuten wil uploaden. Want ik vind dat gewoon. Ja, dan is het niet echt een aflevering. Dan is er ook niet echt veel te zien. Maar het moet ook weer niet te lang worden. Want jullie moeten het natuurlijk wel leuk blijven vinden. Ook al lees ik wel altijd in de comments van... Job, 20 minuten is te kort. Ik heb zelfs een keer onder een video van 30 minuten gelezen... dat jullie zeiden... Nou, Job, als je toch 30 minuten doet... maak er dan gelijk 3 kwartier van. Dus ik neem maar dat jullie dat op... dat ik dat als iets goeds moet zien. Kijk. Bam. 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 Even kijken. Ga ik echt een puntdak maken? Of ga ik een stukje met glas doen hier? Nee, laat ik er gewoon echt een puntdak van maken. Dat is misschien wel mooi. Nu we toch bezig zijn, jongens, laten we het dan gelijk goed doen. Hier lag een klein stukje en dan hebben wij het gewoon gekild. Dan hebben wij het best beveiligde huis in Minecraft ooit. Zijn we klaar? 3, 2, 1, bam. Jongens en meisjes, het best beveiligde huis in Minecraft is af. Ik zie alleen dat ik een hele stomme, domme, lompe fout heb gemaakt weer. En dat is dat deze camera's, die moeten wel hier hoor. Of nee, eigenlijk niet. Ze moeten wel tenminste aan het huis hangen. Maar hier zo moeten ze hangen. Eentje naar beneden. Kijk, gaan we het nog even 1 keer af of het nu is goed gegaan. Wacht, aan sommige plekken heb ik het niet helemaal goed gedaan hoor. Hier moet er dus eentje aan vast en hier moet er eentje aan vast. Hoe is dat hier gegaan? Is dat hier wel goed gegaan? Hier is eentje aan vast. Hier eentje aan vast. Ja, sorry jongens en meisjes. Ik ben helemaal niet op die symmetrie dinges. Maar in dit geval wil ik het even goed doen. Omdat ik nu namelijk al zo lekker bezig ben. Hier één, hier één. Hier één, hier één. Oh shit, hier één inderdaad. Hier één. Oh, sorry. Hier één. En hier één. Nice, jongens en meisjes. Nou, ik weet niet hoor. Als deze camera's niet 360 graden om het huis in filmen, weet ik het ook niet meer. Ik vind het een prachtig huis. Ik hoop dat jullie het een mooi huis vinden. Dit is mijn DutchTuber mansion. Wie moet de burgemeester worden? Dat is ook nog iets wat we moeten bedenken. En we moeten dus ook iets heel geheims hier zo in die rots verstoppen. Misschien dat ik wel een cadeautje krijg van de Minecraft-makers voor het maken van dit mooie huis. Zou leuk zijn. I don't know. Ik ben in ieder geval heel erg tevreden om even een kleine tour te doen. Je kon dus... Dat was niet de bedoeling van mijn tour. Daar kan ik zo meteen even gaan slapen. Dan word ik namelijk ook elke keer wakker. Want dit is namelijk ultra vervelend. Dit is gewoon ultiem vervelend. Ultra vervelend. Wat de hel betekent dat nou weer? Dat is vervelender dan heel vervelend. Het is vervelend, heel vervelend en ultra vervelend. Dus, are you freaking serious? En ik, weet je? Je weet dat je huis goed verdedigd is wanneer je jezelf doodgaat door je eigen verdediging. Dan weet je dat je huis perfect verdedigd is. Nu ga ik het, weet je wat ik doe? Weet je wat ik doe? Ik ga het nu even heel voorzichtig aanpakken. Nog een keertje, kijk. Heel rustig. Heel rustig. Zo, nou dit is de ingang. Je gaat naar boven, normaal gesproken via de trap, maar ik niet. Dan kom je, hier is de wapen- en armorkamer. Hier zijn alle furnaces, hier is de paniekknop voor als er de pleuris uitbreekt. Hier kun je golden apples pakken, dan kun je naar boven en dan heb je hier het woongedeelte. En hier kunnen we dan nog iets maken, daarom heb ik hier ook een gat opengelaten. Helemaal perfect. Jongens en meisjes, ik ga hier even lekker pitten om de aflevering mee af te sluiten, want ik vond het een hele toffe video. Vonden jullie dit nou ook een leuke video en willen jullie meer Notch Survival op mijn YouTube kanaal zien? Doe dan even een blauw duimpje omhoog, dat is denk ik de langste aflevering van Notch Survival die ik ooit heb geüpload op mijn YouTube kanaal. Ik hoop dat jullie dat waarderen. Doe dus even time set night. En dan zeg ik jullie bedankt voor het kijken. Dit is de eerste keer dat ik in mijn eigen... Kan ik slapen? Ja. Dit is de eerste keer dat ik in mijn eigen huis slaap. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.